lieve allemaal, tof dat je er weer bent. En sorry, ik was 1 week even weg geweest. Ik had het zo druk, ik moest heel veel reizen, ik werd 30. En er is heel veel gebeurd, maar de week daarna heb ik een live video met jullie gedaan. Sommige van jullie waren daarbij. En dat vond ik eigenlijk heel interessant. Het was heel nieuw. Ik ging dus live op YouTube, maar daardoor kon ik wel meteen al jullie vragen beantwoorden. Want ik kan natuurlijk niet altijd in elke video elke vraag beantwoorden, wat ik jammer vind. Dus ik zit eraan te denken om af en toe zo'n live video te doen in plaats van een filmpje op een donderdag. Laat me even weten of je dat ook leuk vond. De kwaliteit was wel een beetje slecht, maar daar werken we nog aan. Ik was dus afgelopen week in Londen. Misschien hebben jullie het wel gezien op mijn Instagram. Ik was uitgenodigd door Dior Make-up, samen met Monica Geuze. Het leek mij heel erg leuk om jullie te laten zien hoe ik deze look heb gecreëerd met hun producten. Want ik kreeg heel vaak de vraag in die live video of ik een gala look wilde maken. Nou, uiteindelijk had ik ook een dinner cocktail gala-achtige party. Dus ik dacht, die kan ik natuurlijk mooi met elkaar combineren. Een gala en mijn feest en hoe ik dat dan met deze producten heb gecreëerd. Ik ga dus in deze video een full glam maken, zoals je ziet. Maar wel heel erg eigen tijd. Dus echt van nu met dat glow, met een beetje die bronzer, frisse ogen en een goede wenkbrauw. En wat leuk is om te weten, deze lijn van Dior is veel betaalbaarder dan wat je normaal gewend bent van Dior. En dat is heel erg leuk. Het is betaalbaar en het is heel erg slim verpakt. Dus je hebt heel veel kleuren bij elkaar, waardoor je goed kan mixen en matchen en altijd de juiste kleur hebt. Wat nieuw is, is dat ik je meeneem naar Londen ondertussen. Dus ik heb een klein vlogje gemaakt toen ik daar was, zodat je af en toe kan zien hoe ik daar, dat ik daar was en wat ik daar heb gedaan en hoe het daar een beetje eruit zag. Ten eerste, ik kwam binnen. Ik was net op tijd. Mijn vlucht was echt enorm vertraagd, dus ik was al lang blij dat ik op tijd was. Ik kwam binnen en toen stonden dus al die mooie foundation flesjes uitgestald. Wat echt, het ziet er alleen al heel mooi uit. Maar wat mij vooral heel erg opviel, is dat er zoveel tinten waren. En wie was daar? Peter Philips. En Peter Philips is de creative make-up director van Dior op dit moment. In de grootste mensen heeft hij in zijn stoel gehad. Dus ik vond het überhaupt al echt heel erg tof om hem te ontmoeten. En hij gaf dus een presentatie, want hij werkt nu voor Dior. En hij is nu dus de creative make-up director van Dior. Te gek om deze man te ontmoeten. Oké, even terug naar de foundations. Ik heb ze hier ook. Ik heb hier er maar een aantal, want er zijn dus 40 verschillende kleuren van. En dat is natuurlijk ideaal, want hoe vaak krijg ik wel niet de vraag welke foundation past bij mij? Hoe meer tinten er zijn, hoe makkelijker het shoppen is natuurlijk voor je. En ik vind het prettig, want het is een lichtgewicht foundation. Dat betekent dat hij licht op de huid aanvoelt en niet als een zware plamuurlaag. Maar hij is wel buildable. Dus wil je wel wat meer laagjes en het meer dekken, dan kan dat. Niet elke foundation is buildable. En buildable bedoel ik dat er laagje op laagje komt, zodat hij steeds meer dekkend wordt. Dus zowel voor natuurlijk effect, voor overdag, of voor 's avonds als je wat meer dekking wil, is het dus ideaal. En het is natuurlijk een face and body, hè? Dus het is ook bedoeld voor je lichaam. Vaak als je foundation op je lichaam smeert, dan wordt het vlekken omdat het olieachtig is. Deze die maakt geen vlekken en die blijft gewoon goed op de huid zitten zonder dat het alle kanten op gaat. Dus dat is ook wel fijn. Wat ik vaak vind is als een long-lasting product, want dit is een long-lasting foundation, dat hij dan wat mattig is en een beetje dof. Dat is niet. Hij is gelukkig dewy. Dus het is echt een fijne, gecompenseerde foundation. Long-lasting en dewy, die combinatie vind je namelijk niet zo vaak. Dus dat is top. En vooral voor je gala, want dan wil je natuurlijk dansen en dan wil je dat het allemaal gewoon mooi en flawless uitziet. Na de presentatie van Peter Philips dacht ik, oh, ik wil het proberen, ik wil het uittesten. Dus dat kwam goed uit, want we liepen naar achter toe met z'n allen. En toen kwamen we terecht in een hele gave, grote, witte studio, overal Dior. Het was echt nagebouwd alsof we backstage bij de grote show waren. Er stond een hele grote tafel met allemaal fysicistes om natuurlijk die producten meteen uit te proberen. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf fysicist, dus ik was een beetje brutaal. Ik dacht, oh, ik wil testen. En toen heb ik Monica erbij gepakt. Zei ik, jouw ogen zijn nog niet opgemaakt en we gaan op de foto. Ik ga even jouw ogen met de make-up meteen testen. En dat waren dus deze paletjes. En ze hebben het expres dus doorzichtig gemaakt. Omdat als fysicist zijnde je altijd wilt zien welke kleuren je op je tafel hebt liggen. Voordat je alles open moet maken. En dit highlighter paletje lag er ook. En die gebruikte ik in ieder geval ook bij Monica en nu ook bij mezelf.
de donkerbruine en de lichte ook als eyeshadow. Dus ik mix en match een beetje met deze kleurtjes. Ik schaduw mijn arcadeboog in met deze oranje kleur. Het is altijd zonde, want het staat altijd heel mooi in die poeder Dior gedrukt. Op een gegeven moment, ja, dan gaat dat natuurlijk weg. Dezelfde bronzige kleur ga ik onder mijn oog. En dat doe ik met een plat kwastje. En vervolgens mix ik deze goud met een beetje deze roze. Voor op het bewegend ooglid. Dan wil ik hem iets donkerder maken in de hoekjes. En dat doe ik met deze kleur. Deze twee. En vervolgens pak ik een heel plat kwastje erbij. En dan ga ik met die donkere kleur zet ik een soort van zo dicht mogelijk tegen die wimperrand aan. En dat doe ik ook eronder. Eigenlijk is het meer deppen dan dat je het echt aanbrengt. Meteen meer dimensie zonder dat het een hele harde lijn is. Dan doe ik een klein beetje van de highlighter, deze kleur, onder mijn wenkbrauw. Heel subtiel, want ik moet de wenkbrauw zo meteen nog even aanzetten. En wat je nog kan doen, is je eyeshadow wat softenen, zo noem ik het. Met een licht roze en een beetje oranje matte poeder. Zodat ik harde lijnen iets zachter worden. Het is heel mooi als het licht erop komt en als er een foto wordt gemaakt, dan reflecteert het heel mooi terug die ogen. En dat willen we natuurlijk op een gala. Oké, mascara. Wimpers, krullen en mascara. Nou, dat weten jullie wel hoe dat gaat, toch? Goed, dus toen ik deze look, deze ooglook bij Monica had gemaakt, ze was helemaal blij. Ik ook, het was super mooi. Ik vond het heel mooi werken, precies eigenlijk wat je wilt en wat je verwacht ervan. En dit was heel leuk. Want toen gingen we naar het hotel. En het was een mega luxe hotel. Op bed lagen zoveel leuke cadeautjes. Zo. Oké. Best een grote kamer ook. Moet je kijken. Ah, kijk. Dit is echt heel leuk gedaan. Moet je zien. Mijn naam. Zie je? Nou, ik weet niet of je het goed kan zien. Hoe tof gedaan zeg dit. Echt heel leuk. En kijk. Dit had ik al verwacht. Zo tof. Dit hebben we dus net allemaal bij Peter Philips gezien. En als je nou niet weet wie Peter Philips is, dan moet je dat echt even opzoeken. Want deze man die zit echt al jaren in het vak. Hiervoor, voordat hij bij Dior werkt, werkte hij voor Chanel. Heeft hij daar alle shows gedaan, lippenstiften, kleuren ontworpen en dingen. Dus het is echt super gaaf. Hij heeft ons vandaag wat verteld over deze nieuwe collectie. En ik heb het een beetje bij Monica geprobeerd. En het was echt, zijn echt hele mooie producten. Ik ging dus ook naar een gala. Of naar een soort cocktail dinner party. Een beetje hetzelfde als een gala. En ik kon meteen dus alle spullen goed uitproberen. Ik heb dus dit contouring palet gebruikt. Dus zoals je ziet zitten 4 kleuren in. En met de donkers is het vrij donker. Die gebruik ik alleen eventjes om een beetje contour te leggen. En vervolgens meng ik deze 3. Dus behalve de lichtste ga ik met mijn hele kwast door deze 3 kleuren heen. Want dat is dan weer mooi voor het overall effect. En meteen heb ik een lekker kleurtje. Wat bruiner dan dat ik ben. Maar dat vind ik lekker. Want ja, uiteindelijk wordt het avond. En dan mag ook wel. Mag ook wel. Het highlighter palet en het contour palet. De lichtste kleur hiervan. En deze een beetje gouwige kleur. En ik doe er nog een beetje roze doorheen. Heel subtiel, niet te veel. Die meng ik een beetje om een highlighter te creëren. Ik hoop echt dat na dit filmpje dat jij een foto online zet en mij erin tagt, omdat ik zo benieuwd ben naar je jurk überhaupt. Ik weet nog toen ik een jurk ging halen voor mijn eindexamen gala. Toen dachten we gaan een tweedehands jurk halen. We hadden niet heel veel geld. Maar ik wilde wel iets origineels. Dus mijn moeder nam me mee naar Amsterdam. En toen gingen we naar de Negenstraatje. Laura Dols, misschien ken je het wel. Dat is een tweedehands jurkenwinkel. En daar heb ik zo'n fantastische jurk gevonden. Het kwam uit Amerika. Echt zo'n prom jurk was het. Met allemaal pailletjes en een soort van zeemermin lichaampje. En schoentjes erbij. En
handschoenen. En het was echt een soort van, dan mag je je laten zien, hè, met al je vriendinnen. En dan ga je samen lekker tutten. En het was zo gaaf. We hadden een gave auto geregeld. De aankomst was echt een dingetje. En ondanks dat ik tweedehands jurk aan had, was ik er juist super blij mee, omdat hij zo uniek was. Het was echt heel leuk. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw jurk. En ondertussen doe ik eventjes mijn wenkbrauwen met dit mooie paletje. Dit is de lichte. Dat is goed om te weten, want vaak komt een poeder wat donkerder over op de huid. Dit is de 001 Light. Ik kam eerst haartjes eventjes omhoog, zodat ik zie hoe die loopt. En vervolgens vul ik hem in met de poeder. Ik maak wel het kwastje even een beetje nat voordat ik begin. En dan teken ik een beetje strokes. Mocht je nou willen weten hoe ik echt precies mijn wenkbrauwen doe, laat het dan even weten, dan kan ik er een video over maken. En dan zit er dus een beetje een jelletje bij. Daar duw je een beetje je wenkbrauwkwastje doorheen. Dat is een soort wax. En daarmee zet je je wenkbrauwen vast. Kam je ze mooi omhoog. Het is echt handig dat het allemaal in één paletje zit. Ja, je hoort het. Ik ben echt enthousiast. En jullie weten dat ik alleen laat zien waar ik echt achter sta. Het lippaletje met allemaal heerlijke kleurtjes. Ik ga voor de middelste. Je ziet al, daar heb ik hem vorige keer ook uitgehaald. Het is een heel mooi subtiel kleurtje. Maar ik mix en match een beetje. Dat is het lekkere van zo'n palet. Als ik denk, ietsje meer kleur of ietsje meer contour, dan pak ik weer een wat donkerder kleurtje erbij. En die dep ik op mijn lippen. Ik pak nu in dit geval trouwens een kwastje daarvoor. Een plat kwastje. En dan pak ik hem iets donkerder, want dan ga ik eerst even een beetje mijn contour maken, zo rondom mijn lippen. En dan vul ik hem in met een wat lichtere kleur. Het was heel gaaf, want we kwamen dus aan bij de feestlocatie. En dat was echt te gek. Je zag allemaal fotografen die stonden buiten, want ja, Bella Hadid kwam natuurlijk en super veel influencers. Van de buitenkant leek het gewoon een klein kroegje, maar je zag ook niet, je kon niet naar binnen kijken. En als je dan binnenkwam, het leek eigenlijk een beetje een herenclub of zo. Maar het is echt, als je er binnenkomt, zo gaaf. Het is, ja, die had heel veel verschillende ruimtes en kamertjes. Oh, en toen we binnenkwamen, kregen we een hele gave stempel van Dior op onze pols. Zo leuk, want Monica en Jacqueline. Jacqueline is dus van Dior, doet de PR. En we waren met z'n drietjes en ze waren allebei zwanger. Dat was echt heel erg leuk. Want ondanks dat konden we echt gewoon een gezellige avond hebben. Lekker een beetje dansen, een beetje zitten. Rond 10:30 of zo, 11:00. En toen hadden we eigenlijk nog best wel honger. Toen zijn we naar Sexy Fish gegaan, een restaurant in Londen. Maar eigenlijk, in dat restaurant zat mijn make-up met deze look nog steeds heel erg mooi. Dus daar was ik blij mee. Zo, dit is hem dan. Mijn gala look. Hoe ik hem droeg naar het dinner cocktail party van Dior met Bella Hadid. Ik vind het een heel lekker lookje. Ik vind het een lookje helemaal van nu. En wat je natuurlijk niet moet vergeten in je handtasje is een lipproduct. Je kan bijvoorbeeld ook wat lipproduct meenemen in een klein doosje bijvoorbeeld. Je hebt maar heel weinig nodig om af en toe een beetje bij te deppen. Wie weet ga je wel zoenen. En een klein testertje van parfum zou ik altijd meenemen. Want ja, die tasjes die je bij hebt zijn altijd heel klein. En blotting paper. En weet je nou niet wat dat is? Google het even. Het is ideaal. Dan hoef je niet je hele poederpot en een kwast en dan wordt je tasje van binnen vies. Allemaal niet nodig. Ik hoop dat je deze look net zo leuk vond en mooi als ik. En heb je nog vragen over mijn look of over de producten? Stel het me hieronder. Sowieso hieronder staan alle producten beschreven en wat ik precies heb gebruikt. En hopelijk heb ik al jullie vragen hiermee beantwoord in de live video die we vorige week hebben gedaan. Zo niet, stel ze dan hieronder. Thumbs up als je het leuk vond. En ben je nieuw, abonneer je dan op mijn kanaal voor de nieuwste video's die gaan komen elke donderdag.